Hello, Queen Albans. Een hele goede avond, u spreekt met Herman Voorthuis. U bent van fotografiebedrijf? Dat klopt. Ik zou graag een foto willen maken samen met mijn dochters. Oh, dat is leuk. Ja, inderdaad, erg leuk. Ja. Oh, ik word mezelf wel echt teruggehouden. Is dat zo? Ja, er hebben hier weer met de apparatuur lopen rommelen. Het is altijd weer ellende, maar goed. Oké. En wanneer zou u dat willen doen? Zou dat volgende week schikken? Ja. Ik heb mijn agenda alleen heel even boven liggen. Ik loop even daar naartoe. Oké. Ik heb hier trouwens ook mijn zakagenda. Daar moet ik ook een heel eind mee komen. Even kijken. En heeft u een idee hoe je dat zou willen? Ja, gewoon met mezelf. En mijn vrouw en mijn kinderen allemaal erop. Oké. Maar dacht u aan binnen of buiten? Binnen leek mij wel wat. Gewoon in onze voorkamer hebben we namelijk een prachtige kast staan. En dat lijkt me leuk. Dat is een antieke kast. En dat heeft nogal veel emotionele waarde. En ik dacht het is leuk om misschien daarbij te fotograferen. Oké, nou dat lijkt me mooi. Even kijken. Mag ik u nieuwsgierig vragen hoe u aan mijn telefoonnummer komt? Ja, dat klopt. Dat heb ik opgezocht op... Nou, dat goed, dat heeft mijn vrouw opgezocht van de middag. Die heeft gegoogeld op fotografiebedrijf. Ja, ja. En die is er zo via Google, is ze daaraan geraakt. Via mijn website ook. Dat zou best eens kunnen. Okay. U komt uit Best. Ja. Klopt, ja, nou dan zal het dat geweest zijn. Ja, want u woont zelf ook in Best? Nee, ik woon net wat buiten West. Ik woon in Amsterdam. In Amsterdam? Klopt. Maar dan moeten de foto's in Amsterdam gemaakt worden. Als dat mogelijk zou zijn. Nou, dat wordt wel moeilijk van de week. Oké. Ja, ik kan ook wel een taxi sturen, dat geeft verder niet. Wat zegt u? Een taxi. Weet u hoeveel ver Best is? Best? Nee, ik heb Best geen idee. Oh. Volgens mij Best ver. Best ligt vlakbij Eindhoven. Oh. Oh, dat is dan vrij jammer. Ja. Ja, kan goed ook. Ik kan ook even aan mijn broer bellen. Om te vragen of dat hij met die kast richting Best komt. Ja, ja. Dat zou natuurlijk ook leuk zijn. Maar die kast moet erop. Of je moet kunnen photoshoppen, dat is natuurlijk ook erg leuk. Die kast moet erop. Ik denk, ik moet er een uur voor reizen heen en een uur terug. Oh ja. Die kast moet ook of heen of terug. Die u niet kwijt bent als u een fotograaf in Amsterdam opzoekt. Ja. Ja, volgens mijn vrouw stond u al goed bekend. Zij vond, ze heeft dan even wat rondgekeken. Ze zei, bellen maar. Ja. Nou ja, ja het kost natuurlijk wat extra tijd en zo, dus dan wordt het wat kostbaarder allemaal. Ja, nou begrijp ik. Nee, maar het is voor mijn dochter. Ja? Die wordt binnenkort 27 en dat wilden we groot vieren. We dachten met heel de familie erbij. Hond erop, kat erop, kast erop. Ja. Ja. Oké. En welke dag had u zelf in gedachten? Mij leek maandag. Volgende week maandag? Klopt. Ja. Ik kan maandag niet. Helaas. Ja. Nou. Ja. Ik zit te denken of ik een goede fotograaf ken in Amsterdam die het over kan nemen. Oké, ja, dat zou leuk zijn. Maar ik ken niemand echt in Amsterdam. Of een binnenhuisarchitect. Binnenhuisarchitect? Waarvoor dat dan? U hebt verder geen connecties dan met een andere fotograaf. Nee. Maar
ik zou even verder googelen. Oh ja. Nou, dank u wel in ieder geval voor uw tijd. Oké, en heel veel succes. Ja, dank u wel. Dag. Dag. Een hele goede avond. Een hele goede avond. Ja, hallo, buitenhandjes. Een hele goede avond. U spreekt met het NUON, gemeente Lopik. Ik heb misschien even een vervelende mededeling, maar uw stroom gaat eraf. Dat is niet best. Nee, dat is inderdaad niet best. Er is een storing geweest in de buurt. En daarom zijn we genoodzaakt om de stroom er voor de komende... Wat zal het zijn? 17 uur af te sluiten. Hoe lang? 17 uur. Het is niet waar. Ja, veiligheid mevrouw. Er is in de buurt een storing geweest. En nou zijn wij genoodzaakt voor uw veiligheid om alles af te sluiten. Nou, dat is niet best. Nee. Dan weet ik het ook niet. We zullen het wel zien. Mevrouw, even een vraagje. Heeft u ook internetverbinding van... Pardon. Heeft u ook internetverbinding van KPN? Ja. Klopt, dan heb ik... Sorry, de lijn is erg slecht. Ja. Eens even kijken. Maar ook de KPN is niet langer mogelijk om te bellen. Oh. Ze zijn ook mee klaar. Ja, klopt. Dat spijt ons heel erg, maar daar is niets aan te doen. En morgen vanaf 5 uur kunt u weer rustig bellen. We zullen het wel bekijken. Ja. Oh jongens, ik ben van niks meer. Overschrijven. Goedenavond. Met Chris van den Berg. Hallo, met Chris van den Berg. Zit er ook matras bij? Hallo, Chris. Hallo, goedenavond. U spreekt met Chris van den Berg. Goedendag. Ik wil graag even reageren op uw advertentie op Marktplaats. Oh. U heeft een bed te koop, begrijp ik. Dat klopt. Oké. Okay. Ik heb hem er net op gezet. Hij heeft er al een keer eerder op gestaan. Maar... Oh ja. Nou, ik vind het een prachtig bed. Ja. Nou, het is net weet voor veel gebruik altijd. Ja. Is het een goed kwaliteit bed? Ja, ja. Ik ben wel op zoek naar gewoon een beetje goede kwaliteit. Of voor mijn vrouw en ik, om gewoon op het bed te kunnen liggen. Het is gewoon een eenpersoons bed. Goede vering. Ja, dat kijk. Goede veerkracht. Goede veerkracht is ook nodig. Sorry? Goede veerkracht, belangrijk. Ja, dat is ook belangrijk. Goede veerkracht. Ja. Op de foto te zien is dat de bodemplaat is volgens mij van hout. En een matras, ja, dat is gewoon een matras wat erop ligt. Dus, ja. Nee, maar kan het wel behouden. Het kan in principe wel gewoon met z'n drie op een bed. Dat kraakt niet door of zo. Nee. Dat kan dus wel. Mooi. Toch. En hoeveel wilt u er voor? Dat heb ik er ook weer bij gezet. Wat heeft u bij USB heeft u erbij gezet? Oh ja. Nou, wat denkt u zelf? Dat weet ik niet. Dat vraag ik aan u. Nou, 20 euro of zo. Nou, dat lijkt me wel. Ja, als u mij kunt garanderen dat dit gewoon een goed kwaliteitsbed is, dat er wel gewoon wat dingen op uitgevoerd kunnen worden. Ja hoor, ja. Is geen probleem. Nee. Ook niet met z'n drieën. Nou ja, het is niet breder dan dat is natuurlijk, maar verder is geen probleem. Oké. Okay. Nou, dat zou geweldig zijn. Oké. Okay. Ik zal het mijn vrouw laten weten. Goed. En mijn andere vrouw. Laat maar even weten wanneer u hem op zo komt willen halen. Oké. Ja? Ga ik doen. Oké. Dag.